De uitslag van deze verkiezingen is zeer, zeer teleurstellend. Ik heb maar 2 uur geslapen en die 2 uur waren goed, maar wel erg kort. Natuurlijk had Blanksma wel gerekend op verlies, maar dat het zo groot zou zijn, had ze niet gedacht. Je bent al wel ingesteld dat we zouden gaan verliezen. De peilingen waren heel duidelijk, hè, dat de trend naar beneden ingezet was. Maar als dan deze klap, hè, dat je zegt van een 4e partij in dit land te worden, dat is ongekend, zeker voor het CDA. En dat is, ik denk dat ik nog niet voldoende besef wat dit precies betekent. De Brabanders zijn altijd trouwe CDA-stemmers geweest. Maar die zekerheid lijkt nu ook definitief weggevallen. Want ook hier kreeg het CDA harde klappen. Maar Blanksma denkt wel dat die kiezers weer terug te halen zijn. Ik denk wel dat we hier moeten analyseren wat de Brabander zeg maar echt bewogen heeft, deze stemmingen. En daar zullen wij op anticiperen, ook voor de volgende verkiezingen. Wie wordt de nieuwe Jan-Peter? Daar moeten we het vandaag met elkaar eens over hebben om te zorgen dat we moeten een nieuwe fractievoorzitter in ieder geval kiezen. En daar zullen we vandaag in ieder geval over buigen. Om 7:30 vertrok Blanksma vandaag weer naar Den Haag op zoek naar de nieuwe Jan-Peter Balkenende.